Want Gorecht is ons dierbaar voor altijd in ons hart. Gaan wij over velden gekleed wit en zwart. Strijdend voor de glorie staan wij zij aan zij. Zullen overwinnen, want wij gaan nooit opzij. Boas, gekiept vandaag. Prima pot gekiept, maar 0-2 verloren. Hoe is dat voor een keeper? Ja, dat is pijnlijk. Dan gewoon prima gekiept, maar dan toch 2-0 verliezen. Niet veel kansen weggegeven. Ja, zonde. Het was leuk geweest om naar de volgende ronde te gaan. Ik zag jou ook op het gras liggen na de 0-2, maar was dat echt het balen van het verlies? Ja, daar bal je wel van. Dan realiseer je wel dat het niet meer gaat worden. En ja, daarna wordt het direct afgefloten. Ja, balen. Hey, ik dacht dat je even dacht dat je hem nog kon hebben, maar dat leek me wel erg moeilijk. Ja, ik 1-1, het liefst hou je die tegen, maar deze zat goed in het hoekje. Dus jammer dat ik hem niet had. En je bent tweede keeper. Wanneer kunnen we jou als eerste keeper verwachten in de competitie? Nou, ik denk dit seizoen nog niet. Misschien volgende seizoen, maar zien we vanzelf wel. Gewoon best blijven doen en dan komt het denk ik vanzelf wel een keer. Hans, 0-2 verloren vandaag in de beker. Eigenlijk had ik hetzelfde als tegen Grijpskerk. Veel kansen, maar ze gingen er niet in. Ja, kansen, mogelijkheden eigenlijk meer. Maar inderdaad, wij hebben moeite met scoren. Dit is toch al na de winterstop een aantal wedstrijden niet kunnen scoren. En ja, ook vandaag zie je weer dat echt een probleem bij ons is. En hoe ga je op een training daarmee om dat er toch weer in te krijgen? Ja, nou, op trainingen lukt het ook vaak wel. En we doen ook de laatste tijd veel meer afwerkvormen om dat gevoel terug te krijgen. Maar ja, in wedstrijdssituaties is het altijd even anders. Als je ook vandaag weer ziet hoe vaak blauw-wit ervoor ligt bij een potentieel schot. Ja, dat was tegen Grijpskerk precies hetzelfde. Hè. Ging er ook 4 keer iemand voor liggen. En nu weer. Ja, is dat een beetje een nieuwe ontwikkeling in de verdediging van het voetbal, lijkt het wel. Want ik heb dat niet. Er zit een soort veel voor het doel. Nou, het heeft ook te maken met onze manier van voetballen. Wij voetballen wat langer door om tot kansen te komen. En dan komen die kansen wel. Maar dan is de tegenstander nu natuurlijk ook georganiseerd. En dat zag je ook vandaag. Hè. Blauw-wit had het gewoon, zeker in de slotfase, gewoon ontzettend moeilijk met ons. Ja. Voor mijn gevoel had een gelijkspel erin gezeten. Misschien wel nog meer. Hoe kijk jij daarna? Ja, nou ja, wij moeten een doelpunt maken. En het is ontzettend lullig hoe wij de 1-0 tegenkrijgen. Gelijk in het begin al. Daar stonden we even niet goed. En daar loop je de hele wedstrijd tegenaan te hikken. Maar een groot compliment aan mijn groep. Hoe ze de eindfase tegen eigenlijk een top eerste klasser. Hoe ze die eindfase met heel veel kracht en power proberen die gelijkmaker te krijgen. Nou ja, helaas niet gelukt. En nu kan wel alle focus op de competitie. Ja, dat is ook een dooddoener. Ik had heel graag doorgewild. Echt heel graag. Ik vind het heel jammer dat we voor de tweede keer, vorig jaar zijn we ook heel ver gekomen in de beker. Nu eigenlijk ook weer. En ik vind het ook echt een mooie prijs. Zeker als je bij de laatste 4 kunt komen. En ja, we stranden een beetje in de zicht van de haven. Jammer. Ja, helaas. Nou, dankjewel.